Meneer Hendricks, u bent de oudste man van Nederland. Natuurlijk, ja. Dat is niet zo best. Nee, u was liever de jongste geweest. Ja. De jongste man. Toch bent u nog redelijk fit voor uw leeftijd. Ja, ik mag niet klagen. Hè. En ik heb altijd vroeger dan sporten, gevoetbald, geschatst, gehokken. Heeft u het ook nog gevierd dat u de oudste man van Nederland bent? Of wil u er eigenlijk niks van weten? Waarvan? Dat u de oudste man van Nederland bent? Ja, dat is helemaal geen voordeel, dat is vervelend, want ze moet iemand zien. Hè. Hij is 106, Wim Hendricks uit Wanrooij. En daarmee is hij de oudste man van Nederland. Een bijzondere prestatie natuurlijk, al vindt hij het zelf heel gewoon. Papa zegt altijd, het is geen verdienste oud worden, het zit in mijn genen. En hij hoopt dat wij het ook allemaal hebben. Papa zorgt voor zijn eigen ontbijt en 's middags luncht hij. En hier komt hij voor de middag koffie drinken. En na de middag haalt een van zijn dochters hem op om thee te drinken. En 's avonds thee eten bij ons of bij mijn zus. Het is wel bijzonder om zo'n vader te hebben. Ja, we zijn er ook heel trots op. Zeg, en uw verjaardag, is dat nou een bijzonder moment? Ja, voor de kinderen wel, de kleinkinderen, dacht kleinkinderen. We komen allemaal feliciteren en een stukje brengen en een stukje halen. En hoe oud wil u nog worden? Ja, ik heb niks te willen. Als ze me doorgaan, ja, ik wil niet door, dus... Ik heb het hier goed en als ik doodgooi, dan moet ik het afwachten. Ja. Op welke leeftijd zegt u van het is mooi geweest? Dat denk ik altijd. Het is, als het zo blijven zoezen, dat heb ik niet bepaald. Hij is altijd verwend. Thuis de jongste, dus een moeder verwend. Door zijn vrouw verwend en nou door zijn dochters verwend. Ja. Hoe verwendt u hem dan? Nou, elke middag ophalen, lekker koken, lekker glaasje wijn, gezellig met hem praten, ja. Ik heb niks laten vallen. Hè. U doet alles nog? Ik doe alles nog. Wat is dat dan allemaal? Ja, dat is voor ons allemaal. Dus. De krant lezen en een beetje kuieren lopen doe ik gewoon normaal, dat is anders van waar ik woon nog hier. Hij zat minstens eens per dag dat ik op en neer moet. Oud worden zit bij Wim in de familie. Twee zussen van hem, die werden 101 en 99 en zijn broer werd 97. Na zijn dood stelt meneer Hendricks zijn hersenen dan ook ter beschikking van de wetenschap. Alleen weet niemand wanneer dat zal zijn. Ja, dat is de vraag. Hij zal niet zeggen de beschikking van God, want hij gelooft niet in God. Wat is de vraag? Hoe lang je nog wilt leven, pap? Ja, zo lang als het kan. Zo lang als het kan. Heeft hij een geheim? Een geheim? Ik denk dat papa's geheim is dat hij nooit gestrest is. Hij is heel gelijkmatig van humeur. Ja. Hij kent absoluut geen stress. Ook vroeger niet toen we klein waren. Komt zoals het komt. Hij mag van jullie nog lang de oudste man van Nederland blijven. Ja hoor, prima. Ja, daar genieten wij van.